Het Nola Hatterman Instituut heeft vanmorgen haar vakantieactiviteit feestelijk afgesloten met een tentoonstelling. Kinderen tussen 6 en 16 jaar hebben 2 weken lang onder begeleiding geschilderd, getekend, geknutseld en animatiewerkjes gemaakt. Deze kunstwerkjes zijn vandaag geëxposeerd. Ruim 100 kinderen hebben meegedaan aan dit project. Alvira Sandy, directeur van het directoraat cultuur, is trots op de presentatie van deze jonge Surinamers. Zij vindt het resultaat van dit vakantieproject subliem. Als u om u heen kijkt, ziet u dat er met verschillend materiaal is gewerkt. En kinderen in verschillende leeftijdscategorieën. En wat we hier zien is echt motiverend om inderdaad te zien dat we gestaag bezig zijn als land om onze kinderen van kleins af die vorming te geven. En de potentiële Erwin de Vrieses en Sri Iro de Kromos en Gilles Brandvlies om die nu te identificeren en verder te begeleiden. Als het ministerie van Onderwijs heeft het pad ook gezet om NOLA, het NOLA Hatterman Instituut te transformeren naar een formeel onderwijsinstituut. En op basisniveau, op mbo-niveau, is het curriculum al geschreven. Dus de uitdaging is om die school komend jaar al te starten. Dat betekent 2018. De technische voorbereiding, de technische afronding daarvan moet nog plaatsvinden. Maar we zijn bijna zover. Wat we daarna gaan doen is van mbo naar hbo. En daarvoor gaan we in samenwerking met vooral organisaties, overheden van de regio, de Caribische en Latijns-Amerikaanse regio, daar gaan we dat mee invullen in het bijzonder. Sunil Pouljoen, coördinator van het project, zegt dat ook dit jaar het vakantieproject geslaagd is. Hij hoopt dat de jonge deelnemers verder zullen gaan met de kunst. De gehouden activiteit heeft ook meer tot doel om de talenten te ontdekken en zodoende ook hun te stimuleren om verder te gaan met hun talenten. En de Nola Hatterman Art Academie die staat dus momenteel ook open, omdat wij het komend schooljaar ook gaan beginnen met het nieuwe schooljaar. Waarbij de youth afdeling van ons, de leeftijdklasse 6 tot en met 16 jaar, dat wij dan deze kinderen dan ook toch adviseren om te komen om hun talenten op een verantwoorde didactische manier eigenlijk te laten ontwikkelen. Tot zover Sunil Pouljoen, coördinator van het vakantieproject van het Nola Hatterman Instituut. Het project is vanmorgen afgesloten met een expositie van werken van de jeugdige kunstenaars.